wanneer je de vorige video's hebt gevolgd met dit character of wellicht je eigen character, dan zou je animatie er op deze manier uit moeten gaan zien. Waarbij je nog wel wat moet gaan opschonen, zoals ik al eerder heb aangegeven. We moeten zorgen dat de gewrichten op de juiste plek blijven zitten. En dat is nog wel een klusje wat nog voor ons ligt. Geen moeilijk klusje, maar best wel veel handelingen die je moet gaan doen. Want we moeten per keyframe gaan controleren of de gewrichten op de juiste plek zitten. En dat kan je het beste doen door te gaan kijken naar bijvoorbeeld eerst hoe de onderarm aan de bovenarm vast zit. Dus hoe het elleboogwricht in elkaar zit. Vervolgens ga je kijken naar de pols, hoe die in elkaar zit. En dat doe je dan per arm. En vervolgens gaan we naar de benen kijken. Dus laten we even kijken hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld met de arm die op de voorgrond ligt, de voorarm. Dus in dat geval wil ik eigenlijk alleen maar die arm zien. En de rest niet. Dus ik zet alles verborgen. De voorarm laat ik juist weer zien. En eigenlijk werkt het beste als natuurlijk een stukje inzoomen. En het draadmodel zien van de arm. Want dan kunnen we per framepje in de gaten houden of die elleboog zo blijft zitten zoals die moet zitten. Nou, zoals aangegeven, dat moet gaan gebeuren per keyframe. Dus eigenlijk wil ik nu al deze frames die ik nu selecteer gaan voorzien van keyframes. Dus ik zeg hier convert to keyframes. En dan houdt het in dat we dus 25 framepjes achter elkaar hebben staan. Waarvan natuurlijk de eerste klopt en de diverse poses tussendoor kloppen ook. Alleen de nieuwe framepjes tussendoor, die moeten we gaan aanpassen. Dus hier zit hij goed. Hier zien we dat de elleboog een klein beetje aan het verschuiven is. Dus hier zit hij nog netjes op de joint, op het gewricht. En hier zien we een verschuiving plaatsvinden. Nou, de bovenarm die houden we zoals die is, want die zit op het juiste punt. En vervolgens gaan we kijken bij de arm en de hand, hoe dat dan in elkaar zit. Door alles verder op slot te hebben staan, kan ik simpelweg command A doen om alles te selecteren. En dan heb ik in dit geval het enige wat te selecteren valt, is de hand en de arm op dit moment. En dan zou ik met de pijltjes toetsen, zou ik hem op de juiste plek kunnen neerzetten. En nogmaals, ik kijk nu alleen eventjes naar de elleboog. En later doen we het nog een keertje waarbij we naar de pols gaan kijken. Dus ik ga weer één framepje verder. Command A. En met Shift en de pijltjes toetsen op je toetsenbord kan je wat grotere stappen maken. Met de punt op je toetsenbord kan je één framepje verder. Command A. En zo zorg je uit dat je vrij snel kan gaan werken. Command A. Om ervoor te zorgen dat die elleboog redelijk op dezelfde plek blijft zitten. Punt, weer een verder framepje. Command A. En zo ga je eigenlijk heel die arm af totdat het helemaal gaat kloppen. Ik ga je eventjes maar door en dan zie je zo meteen het resultaat. Nou, ik ben inmiddels bij het laatste framepje aangekomen die ik moet gaan doen. Command A nogmaals. En ook hier ervoor zorgen dat de elleboog weer een mooi rond geheel vormt. Ik heb expres gekozen voor bij het maken van het character om een mooi rond gewricht te maken. Dus eigenlijk elke keer als je een mooi rondje ziet op zo'n gewrichtspunt, dan zou die goed moeten zitten. En in feite bij het laatste framepje zit die ook netjes genoeg. Laten we misschien nog even iets naar beneden halen. En zo ook bij het eerste framepje. En dan hebben we dus een elleboog die keurig op de juiste plek blijft zitten. Nou, zoals gezegd, dat gaan we nu ook doen bij alleen de hand. Dus hiervoor zet ik de armlaag juist weer op slot. Zodat ik weer kan command A doen om alles te selecteren wat mogelijk is. Dat is in dit geval de hand. En ook hier gaan we weer met de punt verder naar het volgende framepje en goed in de gaten houden. Of er een rondje blijft ontstaan op het gewricht. En dat rondje moet in ieder frame eigenlijk een beetje hetzelfde eruit zien. En dan blijft dat een mooie, overtuigende animatie. Nou, ook deze handeling ga ik weer een aantal framepjes doen. Dus ik zet hem zo weer eventjes op pauze om je uiteindelijk het eindresultaat te laten zien. En dan kunnen we door met de volgende arm. Eigenlijk natuurlijk met dezelfde handelingen. Nou, en zo zien we eigenlijk het eindresultaat van deze arm op de voorgrond. En natuurlijk zie je dat een stukje beter wanneer we weer de fill color ook weer gaan zien. Dus geen outlines. En dan kunnen we deze laag weer op slot zetten en verbergen. Zodat we verder kunnen gaan aan de andere arm.
Dus dat is de achterarm. Laten we die weer zichtbaar maken. Uiteraard gaat hier dezelfde procedure in gang. Dus de bovenarm laten we zitten voor wat het is. Maar de arm en de hand, die gaan we juist weer loskoppelen. Zodat we daar mee aan de slag kunnen gaan. En natuurlijk ook weer in de outline vorm. Zodat we heel goed die gewrichten in de gaten kunnen houden. Uiteraard volgen hier weer dezelfde stappen als zojuist. Dus ik ga hem even op pauze zetten en alles op de juiste plek nudgen met de pijltjestoetsen. Vergeet niet dat je met command A alles kan selecteren wat op dit moment te selecteren valt. En dat je met de punt en de komma heel makkelijk van framepje naar framepje kan gaan bewegen. Dus in eerste instantie natuurlijk converteren naar keyframes en dan lekker aan de gang. Met het maken van een verbeterde versie van je animatie. En als het goed is, is dit dan het resultaat van jouw animatie. Zo zou ongeveer nu je animatie uit moeten zien. En zorg er in ieder geval voor dat je gewrichten op de juiste plek zitten. En dan kunnen we verder gaan met het animeren of het bijwerken van de voeten. En dat is eigenlijk een beetje de laatste stap. Dus de benen aan de voeten gaan koppelen. En zorgen dat er niks meer losschiet op dat gebied. Zet even weer alles op slot. En gaan in eerste instantie even kijken naar het been aan de voorzijde. Dus dit been hier, het lichtgrijze been, die gaan we aanpassen. Dus ik haal die van slot af. Maar uiteraard de voeten en de tenen, die zijn eigenlijk heel erg leidend in onze hele animatie. Dus die laten we lekker op slot staan. Een beetje te vergelijken met het bovenarm van de animatie. Bij de armen. En ook hier zullen we weer voor moeten gaan kiezen om een lading keyframes te gaan toevoegen. Dus de rest hoef ik eigenlijk even niet te zien. Behalve dan het been en de voet. Dus eigenlijk heel het mapje kan zichtbaar worden. En dan maken we voor de benen en dus niet voor de voeten een aantal keyframes aan. En dan gaan we eigenlijk gewoon hetzelfde trucje weer herhalen. Dus convert to keyframes. En ook hier gaan we zorgen dat eigenlijk alles keurig netjes blijft matchen met het been. Dus we zien hier dat het been keurig netjes aansluit. Vervolgens pakken we hem hier op. En zien we dat we net niet helemaal lekker uitkomen. Dus dan is het een kwestie van alles selecteren. Command A. Dan hebben we het been te pakken. We zetten het rotatiepunt in de heup neer. Op deze wijze. En zorg dat die wat beter gaat aansluiten. En als we dan de keyframes hebben, dan wil ik natuurlijk graag weer de outline zien van deze laag. Om in de gaten te kunnen houden of de knie op de juiste plek blijft zitten. Dus ook hier gaan we weer kijken naar plaats de knie op de juiste positie. En vervolgens hem ook laten aansluiten op de voet. Vervolgens een framepje verder. Knie herpositioneren en we laten aansluiten op de voet. En dan zien we dat hij net niet helemaal goed uitkomt. Dus dan zullen we ook nog het been moeten aanpassen. Rotatiepuntje op de juiste plek neerzetten. Ietsje verder naar achter. En zorg dat u weer netjes aan de broek gaat aansluiten. En zo gaan we eigenlijk weer door heel de animatie af. Om te kijken of alles op de juiste plek blijft zitten. Nou, ik zet even de schermopname op pauze. En dan zien we zo meteen het resultaat. Ik ben nu toe aan de laatste paar framepjes van mijn animatie. Dus op zich zit hij nu keurig op zijn plekje. De knieschijven schieten niet meer los. En we gaan nu de laatste paar framepjes doen waarbij je toch nog eventjes losschiet hier op dit gebied. Op zich zou ik hiervoor eigenlijk het bovenbeen ietsje moeten gaan roteren. Om een mooie draaiing te kunnen gaan krijgen. Dus ik roteer nog ietsje naar voren. Dat geeft mij net iets meer ruimte in mijn knieschijven. De pijltjes doet ze iets opzij. Om hem vervolgens weer op de enkel te laten aansluiten. Dan doet hij dat helemaal prima. Dus ik zie hem hier netjes aansluiten. Hier zit nog een mooie aansluiting op de knie en op de enkel.
Hier ontloopt hij hem een klein beetje. En als de snap tool je een beetje tegenwerkt, dan zet je de snap heel even uit. En dan kan je pixelnauwkeurig iets gaan verplaatsen. En hier schiet hij al wel degelijk een flink stuk los. Laten we die nog eventjes wat verder gaan bijdraaien als geheel. Dus als we het been iets verder doordraaien, dan wordt hij ook een stukje langer uiteindelijk. En dan moeten we wel bij de voet uit kunnen gaan komen. Op deze manier, ik red hem nog net niet. Dus nog ietsje meer strekken. En dan past hij mooi over de enkel heen. En blijft de knie ook nog redelijk intact. Misschien dat deze nog net een fractietje naar voren kan. Zonder snap. En dan schiet hij hier toch ook wel weer los. Dan draaien we het been ook nog een stukje verder. De pivot weer verplaatsen met de snap aan. En dit zijn echt de minutieuze handelingen die je best wel een hoop tijd kunnen gaan kosten. Maar zorg er uiteindelijk wel voor dat je een mooiere en betere animatie weet te krijgen. Mijn knie zit nog iets te ver in het lichaam ook nog. Misschien nog een klein stukje verder draaien. En ik moet natuurlijk ook niet het been gaan overstrekken. Past hij hartstikke mooi over de enkel heen. Knie intact. En hebben we de loop helemaal compleet. Zal ik hem nog even afspelen. Dan zie je dat hij hem keurig aan het volgen is. Nou, uiteraard doen we datzelfde riedeltje nog een keer voor het andere been. Zet hem even op pauze. Het voorbeen kunnen we nu gaan sluiten. Hoeven we niet te zien. Alles mag daarvan op slot. En vervolgens gaan we met het achterbeen aan de slag. En je ziet dat ik inmiddels ook de pelvis heb aangezet. Die wil ik ook graag in beeld hebben. Zodat ik een beetje kan zien hoe hoog het achterbeen en ook het voorbeen uiteindelijk in beeld is. Op deze manier. En uiteraard wil ik ook de voeten zien. En gaan we weer voor de hele reeks aan frames. Weer keyframes maken, convert to keyframes en minutieus weer op elk framepje de benen op de juiste plaats gaan plaatsen. Ik zet de video weer eventjes op pauze, de schermopname, en dan zie je zo meteen het eindresultaat. Nou, en ook hier weer nog even de laatste paar framepjes voor het laatste stukje van dit been. Nog even rotatiepuntje terug, want ik vind dat hier de broekspijp iets te ver in de voeten wordt gefrommeld. Natuurlijk is het wel zo dat het been wat aan de achterzijde ligt je iets meer vergevend is voor kleine foutjes. Want dat is het been wat veelal niet echt goed gezien wordt. Maar uiteraard wil je voor het grootste deel natuurlijk wel dat alles gewoon netjes klopt. Dat is dan nog de laatste. Ik vind hem zo wel netjes. En het laatste framepje is natuurlijk weer gewoon een pose. Dus die stond eigenlijk al goed. En dan hebben we nu de hele animatie compleet. Even command 0, command min om hem in ieder geval goed in beeld te hebben. Ik wil alles weer zien. En ook graag volledig zien. En nou eens even kijken hoe nu de animatie eruit ziet. Ze zijn nog wat kunnen doorgaan in detail. Maar in feite is dit een keurige animatie geworden waarmee je zeker de walk cycle hebt geleerd. Ik vind wel dat we nog iets mogen doen aan haar gelaatsuitdrukkingen. Dus misschien nog een blink in haar ogen zou wel heel prettig zijn om nog iets meer leven in te geven. Maar qua lichaam vind ik dat alles netjes meebeweegt. En wellicht blijven we nog een beetje doortweaken tot een eindresultaat. Maar dit zou ongeveer nu jouw animatie moeten zijn.